Suriname zal zich bij de komende klimaatconferentie in Glasgow niet beperken tot de afspraken die zijn gemaakt met buurland Guyana. Waar wij als land wel voor zullen kiezen, is om ons aan te sluiten bij de agenda van het Caribisch gebied. Omdat wij op die manier een sterkere positie kunnen innemen, zegt milieuminister Silvano Tjonahin. Tijdens de klimaatconferentie zullen er prominente agendapunten worden besproken. Zo staat op de agenda de afspraken die gemaakt zijn tijdens het Parijsakkoord en waar de meer geïndustrialiseerde landen zich niet aan hebben gehouden. Als we kijken naar de opwarming van de aarde, dan merken we nu dat we al zijn op 1,3 en het streven was om die opwarming te houden beneden de 1,5 tegen 2050. Dat zullen we dus, als we zo doorgaan, niet halen, omdat de rijke landen zich niet hebben gehouden aan het afbouwen van fossiele brandstoffen, aan zeg maar minder uitstoot in de natuur, zodat dus de temperatuurstijging beperkt blijft. Dat is niet gebeurd en daar gaan we dus een standpunt in nemen en daar zullen we dus zullen de geïndustrialiseerde landen ter verantwoording geroepen worden. De geïndustrialiseerde landen hadden toezeggingen gedaan om vanaf 2020 ongeveer $100 miljard per jaar beschikbaar te stellen voor milieu- en klimaatprojecten, om zo klimaatveranderingen tegen te gaan. Naar zeggen van de minister hebben zij nog geen 10% daarvan gegeven. En daarover zal Suriname ook haar stem laten horen, merkt de milieuminister op. Naast het feit dat ze heel weinig beschikbaar stellen, hebben we gemerkt dat met name voor landen die het meest kwetsbaar zijn, zoals Suriname, de Small Island Development States, dat er van het kleine deel, al een veel kleiner deel is gegaan richting de kwetsbare landen. En daar gaan we ons sterk voor maken. Wij zullen dus daar ook de case maken en dus in de rij gaan staan van de Small Island Development States. Om dus erop aan te dringen dat die landen zich daaraan houden. Verder zal Suriname zich ook sterk maken voor het lost and damage vraagstuk. Dit is voor landen schade ondervinden als gevolg van klimaatverandering en financiële compensatie krijgen voor de schade die is aangericht. Wat betreft Suriname zelf zal er meer in het bijzonder ook een case gemaakt worden, omdat we weten dat op dit moment er een beweging gaande is om fossiele brandstoffen af te bouwen. Suriname, dat zou betekenen dat wij met name, die dus nu hopen op de grote oliefondsen en dus eigenlijk afwachting zijn op de inkomsten die komen uit deze sector. Als nu een ferm standpunt wordt ingenomen voor wat betreft de afbouw van fossiele brandstoffen, dan kan het zijn dat onze olieindustrie dus onder zware druk komt te staan.